En in de tweede klasse I een wedstrijd met dubbele belangen. Annen probeert zich te plaatsen voor na-competitie om promotie. Terwijl HOVC in het blauw het vegenlijf nog probeert te redden. Degradatie dreigt en er moet absoluut gewonnen worden vanmiddag in Annen. Eerste kansje is voor de thuisclub. Het is Lex Veltink die bijna het net weet te vinden. En er is maar één ploeg die voetbalt deze middag en dat is Anne. We hebben nog geen 10 minuten gespeeld en hier ja, kan die bal verdedigd worden, maar ja, wordt hij eigenlijk in eigen doel gekopt door Wart Hermans. De poging was van Jaap-Jan Mulder. Nou, laten we zeggen dat hij het doelpunt op zijn naam krijgt, maar dit valt toch beter te verdedigen. Ja, als je zo staat, de schutter achterin, dan is degradatie bijna alle feit. 1-0 voor Anne. En dit is een minuut later. Wat zeg ik, nog niet eens een minuut later. De inworp voor Anne. Ja, de spelers lopen elkaar in de weg. Maar Lex Veltink wordt weer aangespeeld. Veltink met het overzicht en een goede voorzet. En daar is hij weer. Jaap-Jan Mulder met zijn tweede van de middag. 10 minuten gespeeld. Anne leidt 2-0. Op het juiste moment gegeven. Prima voorzet. Attent voor het doel gereageerd door Mulder. 2-0. Ja, dan kijkt men bij HOVC wat Musselkanaal doet. Die ploeg moet verliezen om de schijn nog in leven te houden dat de ploeg erin blijft. En daar is weer een kans in de maak. En dit keer is het Marnix Kruijzen. Maar dit keer op zijn plek doelman Maarten Ritsema. Maar één ploeg die voetbalt deze middag. En dat is de Rode Brigade van Anne. Weer een mooie aanval. Dit keer is het Pim Veltink. En dan is het bijna zijn derde van de middag. Een loepzuivere hattrick, maar die bal gaat er net niet in. Weer Jaap-Jan Mulder. Ruststand 2-0 in het voordeel van Anne. Tweede helft. Gaat de wedstrijd door zoals de eerste is geëindigd met aanvallen van Anne. En direct al een treffer in het begin van die tweede helft. Het is Pim Veltink die de stand op 3-0 brengt. Weer matig verdedigen achterin bij de Unson-Horing-Valtenboys combinatie. Ja, dit is makkelijk prijsschieten. 3-0 Anne. En even later weer de thuisclub. Weer een aanval. En nummer 9, Dolf Nijborg. Weer Veltink. En de kopbal van Mulder die toch wel op zoek gaat naar de hattrick en hem helaas nog niet weet te vinden. En daar komt weer Anne. Het is echt eenrichtingsverkeer deze middag in Anne. En dan komt de bal. Uiteindelijk voor de voeten van de man die net de 3-0 maakte. Pim Veltink. Veltink. Ja, hoe die het doet, doet hij het. Maar die bal die hobbelt binnen. En er wordt bijna niet meer gejuicht. Anne 4, HOVC 0. En ondertussen komt Musselkanaal op 2-2. En dat zou degradatie voor HOVC betekenen. En de ploeg van trainer Erik de Jong krijgt nauwelijks kansen. Maar in de slotfase wordt Anne een beetje slordiger. En is hier een kansje in de maak. Het is Luc Kimmel. Kimmel. Maar zijn schot waait ver over. Anne doet uitstekende zaken vanmiddag in de strijd voor een na-competitieplek. En blijft volop in de race. Tevreden over de uitslag. Uitvoering wat minder, maar goed, 4-0, dan moet je ook niet klagen. Nee. Jullie beginnen heel erg goed en je ziet in de tweede helft dat daarna ook de concentratie dat wegvalt, heb ik het idee een beetje. Want het ging wel heel erg makkelijk. Ja, je komt snel op 3-0, 4-0 en dan sluit er toch iets van onnauwkeurigheid in. En dan ben je als trainer best wel ontevreden over het spel. Maar goed, nogmaals, we gaan lekker twee keer trainen deze week en zien we zondag weer verder. Ja, maar je gaat aardig richting die na-competitie, hè? Ja, we hebben goede zaken gedaan vandaag en we staan er gewoon goed voor en een wedstrijdje te goed. En, maar nu natuurlijk wel twee toppers, helpen mijn uitrolde boys thuis. Maar dat we in deze situatie zitten, ja, dat vind ik wel gewoon geweldig. En in de tweede klasse I is Roden bijna kampioen. De ploeg won afgelopen donderdag al, maar omdat Rolde Boys vanmiddag ook wist te winnen, wordt het kampioenschap nog even uitgesteld. Anne deed uitstekende zaken in de strijd om een na-competitieplek. En onderin speelde Musselkanaal gelijk tegen Sellingen en is HOVC gedegradeerd. Maar dat lag natuurlijk niet aan de nederlaag van vanmiddag.
Ja, uiteindelijk denk ik dat het grootste probleem is gewoon dat we niet smal, dat niet breed genoeg zijn. We zijn gewoon erg smal in onze selectie. Als er bij ons wat wegvalt, dan hebben we er niet elke week een paar klaarstaan. En dat merk je ook op het trainingsveld bijvoorbeeld door de weeks. En dat uiteindelijk is dat ons gewoon opgebroken. En dan is het ook zo, we waren dit jaar gewoon een stukje minder breed dan vorig jaar. Vorig jaar zijn we al via de nacompetitie erin gebleven. Er komt niks aan de onderkant erbij vanuit de derde klas, alleen maar eerste klas wat erbij komt. Ja, dan moet je wel echt grote stappen gaan maken, wil je dan bij de onderste 3-4 wegblijven. En dat wonder heeft het dus niet gehaald dit seizoen.